mensen er hier weer naar het stadhuis zijn gekomen om elkaar een gelukkig nieuwjaar toe te wensen, het beste toe te wensen. En dat is een hele mooie en hele goede gewoonte die we met elkaar hebben, overal in het land natuurlijk, niet alleen in Almelo. En ja, zoals het zo vaak gaat met gewoontes, daar moet je van afblijven, dat moet je ook vooral blijven doen. En gelukkig, ik zie veel nieuwe gezichten, maar ik zie ook mensen die ik het afgelopen jaar, of zelfs vorig jaar met de nieuwjaarsreceptie hier ook al heb gezien. En dat is fijn, want met elkaar vormen wij een geweldige, productieve, plezierige, een nuttige gemeenschap die op het vlak van zorg, welzijn, kunst, cultuur, bedrijvigheid de goede dingen met elkaar doet in de stad en in de dorpen met wie wij samen die gemeente Almelo vormen. Dames en heren, we kijken gelukkig terug op een redelijk rustige jaarwisseling. Het is wel eens anders geweest hier, maar helaas ook elders een rustige jaarwisseling. Maar dat is tegelijkertijd natuurlijk ook een relatief begrip. Toen ik net een aantal mensen al verwelkomde en gelukkig nieuwjaar toe mocht wensen en goede wensen kreeg, sprak ik al met een aantal mensen daarover. Als je kijkt naar de schade die er ondanks alles toch weer is aangericht, dan is dat relatief. Als je kijkt naar de branden, de brandjes waarvoor onze brandweer toch weer moest uitrukken, dan is dat rustig weer relatief. Als je kijkt naar de situaties waar de politie toch weer aan te pas moest komen en waar hulpverleners, soms ook zelfs ambulances bij te pas moeten komen, dan is dat relatief. En toch waren wij goed beveiligd met elkaar. En niet alleen met oud en nieuw, zeg ik erbij. Het is elke dag en elke nacht zo dat brandweer, politie en ambulancedienst in Twente paraat staan om binnen enkele minuten, letterlijk binnen enkele minuten, brand te bestrijden, hulp en veiligheid te bieden en levens te redden. En ik zou het een geweldig blijk van waardering vinden als we voor die mensen, en een aantal is hier ook vandaag, een applaus zouden willen geven. Ze doen het toch maar. Het is mooi, ik zei het al, dat u hier allemaal bent. Hoeveel verschillende mensen hier ook bij elkaar zijn. En het is eigenlijk heel erg mooi om die parade van mensen aan je voorbij te zien trekken. Want dan zie je hoe verschillend die mensen zijn en wat ze allemaal doen, hoe verschillend dat is. En waar ze in de stad en in de Bonnebroek en in Adorp actief zijn, hoe verschillend dat is. Maar we hebben één ding gemeen. Wij zijn allemaal inwoners van deze mooie gemeente. En in ons karakter, het karakter ook wel een beetje van dat Almelo, daar zit een bepaalde bescheidenheid. Een soort hang naar no-nonsense. We maken het niet te gek, het dak gaat er bij ons niet gauw af. Maar sinds enige tijd, in het afgelopen jaar zeker, in een steeds sterkere mate, heb ik een Almelo gezien dat zelfbewuster is. Dat meer en meer overtuigd is van zijn eigen kunnen. Een optimistisch, een vrolijk, zou je kunnen zeggen, een zonnig Almelo. Een Almelo dat het sombere van het verleden wil afschudden en dat vasthoudt wat ons ooit al heel erg sterk maakte. Namelijk vakmanschap, handelsgeest en zorg voor elkaar. Het gaat beter met Almelo, elke keer opnieuw. De gemeentelijke financiën komen op orde. Het opheffen van het provinciale toezicht op onze begroting is daarvan een prachtig bewijs. Waarbij ik het meteen trouwens bij vermeld dat dat provinciale toezicht ook nooit een last is geweest voor deze gemeente. Want de provincie heeft onze gemeente Almelo volop ondersteund om weer te kunnen bloeien. En daar is ons gemeentebestuur dankbaar voor. En dat weet u ongetwijfeld, geen enkele gemeente, dames en heren, kan het ook alleen. De provincie als bovenregionaal bestuur is nodig om ervoor te zorgen dat de accenten die de regio's in Overijssel zetten, om die ook met elkaar in samenhang te brengen. Om ervoor te zorgen dat we zeggingskracht houden in Den Haag of in Brussel of elders. En hetzelfde belang hebben wij als gemeente Almelo bij de samenwerking in Twente. De sociale, economische en culturele verbinding in Twente is groot. En er is ontzettend veel dat maakt dat wij samen kunnen werken, soms zelfs samen moeten werken. En ons gemeentebestuur heeft, en dat heeft u kunnen lezen, heeft de naam om daar kritisch in te staan. En dat klopt, wij zijn kritisch. De Twentse inwoners, de Twentse bedrijven, Twentse instellingen hebben recht op samenwerkende gemeenten die op een efficiënte manier focus hebben op datgene wat er sociaal en economisch ook toe doet. Waarbij gemeenteraden, en er zijn heel veel raadsleden ook weer in de zaal vandaag, waarbij gemeenteraden weten wat van de regio is en wat niet. En dat ze daarop ook hun colleges kunnen aanspreken.
De regio Twente gaat geherstructureerd worden. Daar ga ik u niet meteen vandaag mee lastigvallen. Maar het is een onderwerp dat voor het gemeentebestuur heel erg belangrijk is en waar we met heel veel belangstelling naar kijken. Een heel goed voorbeeld van focus, als je het hebt over regionale samenwerking, is de regio-deal. En dat is een echte deal. Dat is een Engels woord, een Amerikaans woord zou je bijna kunnen zeggen. Een afspraak tussen Rijk, provincie, de Twentse gemeente, Twentse ondernemers en Twentse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Een afspraak om heel gericht, heel concreet met elkaar te investeren in projecten die goed zijn voor bereikbaarheid, voor werkgelegenheid, voor innovatie, voor duurzaamheid. Allemaal keurig geprogrammeerd en beschreven en ook keurig afrekenbaar op een resultaat. En wat het college van Almelo betreft, is dat de kern van de Twentse samenwerking. Dames en heren, zo'n samenwerking is goed voor de regio, dat beleid ik heel graag, maar het is ook goed voor ons allemaal. In de stad, als stadsbestuur, maar ook voor onze ondernemers, voor onze verenigingen, voor ons sportleven, voor ons cultuurveld. Almelo wordt er beter van. Niet alleen voor onze eigen inwoners en bedrijven, maar vooral omdat wij een van de economische motoren van de regio zijn op het gebied van werkgelegenheid, op het gebied van onderwijs. Als centrum van sport, van cultuur, van uitgaan. Een plaats waar dagelijks tienduizenden mensen uit de verre omtrek naartoe komen om te werken, om zaken te doen of om op een van onze vele onderwijsinstellingen, en dat zijn er nogal wat op het vlak van voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, een opleiding te volgen om zich voor te bereiden op de toekomst. Er is een Almelo, dames en heren, waarin weer wordt geïnvesteerd. Waar nieuwe woningen worden gebouwd. Waar nieuwe bedrijvigheid wordt gerealiseerd. Waar de binnenstad met het water, met het plein en met nieuwe winkels een complete gedaanteverandering heeft ondergaan. Ik las het nog in de Tubantia, ik geloof dat ik dat vandaag las. Dat mensen in een stadsgesprek aanzagen dat ze iemand hadden gesproken die al een poos niet meer in Almelo was geweest en niet wist wat hij zag. De Almeloze binnenstad is veranderd en niet zo'n klein beetje ook niet. En we worden daarmee misschien wel de meest gastvrije plek van Twente, wie zal het zeggen. Als ik Almeloers in ons vernieuwde centrum zie rondlopen, als ik ze zie kijken naar de vele werkzaamheden die daar worden uitgevoerd, dan zie je een glimlach op het gezicht. Dan zie je hoe enthousiast mensen zijn over hoe mooi het allemaal geworden is. En natuurlijk brengt ook Heracles regelmatig een glimlach op ons gezicht. We hebben het afgelopen jaar een paar hele mooie wedstrijden met dito mooie uitslagen gezien, waarover in het hele land en gelukkig ook in de regio met veel waardering wordt gesproken. En al die positieve ontwikkelingen, al dat moois, al dat goeds wat er in die stad en rondom die stad gebeurt, dames en heren, dat is de verdienste van mensen, van inwoners zoals u. Van ondernemers zoals u, van vertegenwoordigers van organisaties zoals uw organisatie. Deze stad vormen wij samen. Het is de verdienste van het feit van die mensen dat ze er dag in dag uit zijn om kansen te benutten, mogelijkheden te zien en die met elkaar ook nuttig kunnen maken. Het gaat goed met Almelo, omdat Almelo zich niet laat afremmen door wat niet kan, maar juist denkt in wat wel kan. En dat gebeurt in dit huis en dat gebeurt ook bij u, gelukkig. Er zijn hier ongelooflijk veel initiatieven om de stad Almelo, om het dorp Bornebroek, om Adorp leuker, mooier en leefbaarder te maken. Onze gemeente heeft een geweldige organisatiekracht. Ik heb er de laatste tijd veel over gesproken, ook omdat ik hem heel vaak zie. In alle lagen van de bevolking. Van mensen die zich verbinden om verbeteringen in het leven van alle dag, in het groot en in het klein mogelijk te maken. Van het carnaval in Bornebroek, en dat veel meer is dan een feest alleen, tot de flessenactie van ASV in Adorp, waarmee geld wordt ingezameld voor de jongste voetbaljeugd van Adorp. Van de grote evenementen die mensen van heinde en verre naar onze stad brengen, tot de initiatieven van de winkeliers in de Nieuwstraat, die met gezamenlijke acties weer smoel geven aan het ondernemerschap in een zich opnieuw ontluikende straat die de Nieuwstraat is. Er gebeuren ongelooflijk goede dingen in Almelo. Maar al ons zelfvertrouwen, dames en heren, en dat is er in ruime mate, alle successen, en die zijn er ongelooflijk veel, alle voorspoed, en dat is er gelukkig ook, mogen ons de ogen niet doen sluiten voor de belangen van nog steeds veel te veel Almeloers die geen reden hebben om te glimlachen. Stadgenoten voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze het morgen beter hebben dan vandaag.
Mensen die niet mee profiteren van de economische groei en de toenemende welvaart. Mensen van wie het leven vaak al begon met een achterstand en voor wie het bijna onmogelijk is om die achterstand op eigen kracht in te halen. Maar ik zei het al, wat ons sterk maakt, wat Almelo doet groeien, is vakmanschap, handelsgeest en zorg voor elkaar. Je wordt namelijk sterker als je voor elkaar zorgt. En dat moeten we natuurlijk doen uit liefde voor elkaar, omdat je als mens wilt dat een ander mens het ook goed heeft. Maar we moeten het ook doen omdat het maatschappelijk van belang is. Onze samenleving, ook in onze stad, valt uit elkaar als we niet zorgen dat iedereen kan meedoen. Dat iedereen, en niet een kleine groep, uitzicht heeft op een betere toekomst. En dat kan met werk en met scholing, met vrijwilligerswerk, met het ontwikkelen van een netwerk, zodat wie het in zijn eentje niet lukt om mee te doen door een ander geholpen kan worden. En juist daarom, dames en heren, ben ik zo ongelooflijk blij met al die initiatieven die ik ook het afgelopen jaar weer heb gezien in onze samenleving. Initiatieven die erop gericht zijn om het voor deze Almeloers net ietsje beter te maken. Van kleine groepen die in alle bescheidenheid hun steentje bijdragen met boodschappen, met speelgoed voor kinderen of met een dagje uit. Tot grote bedrijven die ook grote sommen geld beschikbaar stellen aan allerlei maatschappelijke organisaties. Zoals bijvoorbeeld de Eethoek of de Wonnen of de Stichting Leergeld. Van de inzet van onze mensen bij het werkplein hierachter en de wijkteams her en der in de stad. Tot de samenwerking van zo ontzettend veel instanties in ons armoedepact. Dat, dames en heren, is het Almelo dat we zo graag met elkaar zien. En het Almelo dat we ook moeten koesteren met elkaar. Het Almelo waarin er hard gewerkt wordt. Het Almelo waarin er eerlijk geld verdiend wordt. Waarin successen worden geboekt. Waarin tal van evenementen ons bij elkaar brengen. Maar waarin we ook voor elkaar zorgen. Waarin we omzien naar onze naasten. Hoe verschillend ze ook zijn. Hoe verschillend ze ook leven of denken. En waar ze ook vandaan komen. In dat verband, en laten we dat ook het komende jaar voor ogen houden, in dat verband ligt onze kracht. Ik wens u veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Dank u wel.